Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe dagvlog. Het is vandaag vrijdag en ja, jullie horen het, ik klink weer heel erg opgewekt. Ik ben nu op weg naar het werk natuurlijk weer, gelijk iedere ochtend, door de week al sinds. En ja, kijk, ik heb echt heel veel zin in vandaag, niet zozeer in het werk, maar ik ga vanmiddag waarschijnlijk met mijn mama naar Maastricht om een beetje te shoppen. Om alles te laten zien van het windowshoppen van zondag. Maar dat ga ik dus doen. En daarna moet ik mijn koffer nog verder maken. Want ja, ik ga vandaag samen met mijn vriend en een deel van zijn familie naar de Ardennen toe om daar een weekendje te verblijven. Heel erg leuk, is een jaarlijkse traditie. En ja, dus ieder jaar ja, dat ik er al bij ben geweest, was dat heel erg tof, vond ik. Spelletjes worden er gespeeld, maar ook stads- of dorpsspelletjes worden er uitgewerkt. S'avonds ja, gewoon bord spelen en dat soort dingen doen met een lekker ja, flesje bier erbij. Dus dat is echt super, super leuk. We gaan ook wandelen en dat soort dingen. Dus ja, ik kijk er echt wel naar uit. En ja, daarom, ik heb gisteren wel een deel van mijn koffer gemaakt, zoals jullie konden zien in de vlog. Maar vandaag moeten zo de laatste dingen er nog bij, zoals make-up en zo, wat ik deze morgen heb gebruikt, maar wat ik nog niet daarin heb kunnen leggen. Dus dat moet ik straks ook nog doen en dan komt mijn vriend me uithalen. En dan zijn we weg naar de Ardennen, dus ik heb er echt zin in en ik neem jullie natuurlijk weer mee. Ik zal waarschijnlijk niet kunnen uploaden mijn dagvlogs, dus die komen er nog aan, maar ja, ik zal zien of ik daar wifi en dat soort dingen heb. Misschien kan ik toch uploaden. Andere jaren was er wel wifi, maar die was niet echt heel erg sterk, dus ja, we moeten even kijken hoe het zit, maar anders wordt het gewoon een samenvatting van 3 dagen of zo. We zien wel. Het is weekend, dus ik ben echt super super blij. Ik ben ook iets eerder mogen stoppen, want het was heel erg rustig. Er komt een hobbel. Het was dus heel erg rustig op het werk, dus ik kon ook niet zoveel meer te doen. Alles was klaar voor vandaag, dus ik ben ietsjes eerder mogen stoppen. Ik ga nu naar huis, naar mijn mama toe en dan gaan wij samen naar Maastricht om even te shoppen. En zoals ik in de vorige vlog al zei, heb ik heel veel leuke dingen gezien in Maastricht. Dus ik denk wel dat ik vandaag nog wel wat kan vinden. Dus dat is heel erg fijn. En dan dus klaarmaken om een weekendje weg te gaan naar de Ardennen. Heel erg leuk. Kan gewoonweg niet beter. Een tijdje terug thuis. Jullie hebben de buit kunnen zien van een middagje shoppen met mijn mama. Heel erg geslaagd vind ik. Ik heb een nieuw paar schoenen. Ik heb 2 nieuwe kleedjes. Ik heb, even kijken, want er ligt daar 3 nieuwe blouses. Ik heb een mooie paspoorthouder / hoes. Dus ik ben echt super super blij ja, dat ik dat toch weer gevonden heb. Er liggen nog veel mooie dingen natuurlijk, maar ja, ik kan natuurlijk niet alles kopen. Ik ben nu, of ja, ik heb net de vlog geëdit en nu is die aan het uploaden op YouTube. Dus ik kan dadelijk online. Dan ga ik mij schminken opnieuw. Of ja, eerst de schmink eraf halen natuurlijk. Dan opnieuw schminken, dan kan mijn koffer dicht, want dan zit alles erin. En dan moet ik wachten op mijn vriend tot hij terug is. Waarschijnlijk gaat hij ook nog alles willen zien wat ik gekocht heb. Dus ja, daarna vertrekken we naar de Ardennen toe. Naar een weekendje vol met familie en heel veel plezier. Dus ik kijk er echt wel heel erg naar uit. Alles is ingeladen. Zit je er klaar voor? Tuurlijk. Ik ga even nog zeggen dat ik niet kan gaan voetballen morgen.
Dat is heel slim en dat is lekker op tijd. Ja, ze hebben het juist pas online gezet. Ik had het daarvoor al gezet. Zo zie je maar. Kijk hoe donker het nu is. Nooit. Ik bedoel, je kan op het dan naar willen. Naar de Ardennen. Dat is toch grappig. Milliliter in. Ik kan natuurlijk niet zien hoeveel er al precies uit is en dat soort dingen. Hij weegt wel ietsjes licht.